Goedenavond, kijkers van Loes. We staan hier voor de tweede keer bij de garage van de familie van Kuringen, Rob en John. Het is een tijdje geleden dat we hier geweest zijn en we vonden het eigenlijk wel leuk om de ontwikkelingen die vanaf december hier hebben plaatsgevonden om opnieuw eens met u te kijken hoe het er op dit moment uitziet. John, tevreden? Rob. John, ja, maakt niet uit. Rob en John, tevreden over de verbouwing? Ja, het was iets langer nu dan verwacht, maar we zijn wel tevreden hoe het er allemaal geworden is. En John, deelde jij die mening met hem? Ja, zeker. Zullen we eens gaan kijken? Ja, zullen we iets laten zien? Ja, nou, ik had al een vraag hier over dit ding, want ik fietst hier regelmatig voorbij. Ik denk, jeetje, zou er nou iets zijn voor uw hond zo lang in te stallen als je dus auto aan het wassen bent? Maar dat is niet de bedoeling, denk ik. Nee, dat is een matklopper. Dat is iets wat vrouwen thuis ook. Die zeuren toch altijd dat ze nooit geruimd hebben. Nou, dat moet niet tegen mij zeggen. Kom, we gaan verder. En dit? De stofzuiger. Ah, de stofzuiger. Ja, kunnen gewoon de auto, stofzuigen. Dus, en dat gaat er gewoon op munten? Ja, 15 euro cent en dan kunnen we 1,5 minuut zuigen. Oh. En dan is het complete wasplaats, matklopper en een stofzuiger. Dus complete verzorging van de auto kunnen hier doen. Het is helemaal compleet, zie ik. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is de minder. Ja, dat geeft niks. Dat is niet erg. Wij waren hier vorige keer ook en ik denk dat hier niet meer zoveel veranderd is sinds december. Dit was toen ook helemaal klaar, alleen nou is het een beetje geverfd hier en daar, maar in principe was het hetzelfde als toen. En de ruimte daarvoor, die is nou ook in gebruik voor de takenwagens? Ja, de berging van de takenwagens. En ik zie dat je nou ook nog buitenauto's hebt staan. Waarom staan deze buiten, Rob? Het zijn reparatieauto's en dan een paar verkochte auto's dan buiten. Dus we proberen zoveel mogelijk de weg vrij te houden voor de buurt, zeg maar. Oké, nou, we zullen even kijken naar de takenwagens. Kunnen we daar komen of niet? Ja, het is al binnen. Ja, kunnen we even kijken. Dit was vorige keer ook nog niet klaar, Rob. Kunnen jullie hier iets van vertellen? Ja, dit was vorige keer niet waar gereden, maar dit is gewoon de plek voor banden te monteren en te balanceren. En dan de slinderkoppen demonteren en revisie. Dat gebeurt hier, hebben we laag niet persen. Dan zijn we gewoon dit noemen ze een toerruimte, hè? Gewoon een beetje wat de rotzooi is. Wat een beetje achter gesloten deuren zit. Maar ik wil zeggen, waarom doe je dat eigenlijk achter gesloten deuren? Maar, een klein beetje netjes te houden in de werkplaats. Want daar is toch al een banden en slinderkoppen is altijd rotzooi. En dus een beetje bijhouden, hè? Nou, het ziet er keurig netjes uit, hoor. Ja, super. Ja, ik denk wel dat het prettiger werken is voor jullie, of niet? Ideaal. Als nou ziet hoeveel ruimte we gecreëerd hebben, hoe fijn die mannen kunnen werken. Gewoon qua rangeren, qua inrijden, qua wegrijden. Voor de klant een stuk fijner. Ja, dat is gewoon ideaal. Nou, het ziet er ook fantastisch uit. Ja, dankjewel. Ja. Ja, en dan richting de nieuwe receptie. Ik kan maar richting de ontvangstruimte. Dan gaan we gewoon via die deur naar binnen, zoals hoort. Oké. Ja, dit is dan de nieuwe ingang voor de receptie, showroom en dan van de werkplaats eigenlijk. Ja. Dus dan hoeven de mensen in principe niet via de werkplaats naar de showroom? Via de receptie kunnen ze eigenlijk melden eventueel en dan wordt het netjes verder geholpen. Okay. En zullen wij eens gaan kijken naar die nieuwe receptie? Graag. Ja. Zo. Ja, dat is anders dan eerst, hè? Potverdikke. Het ziet er heel leuk uit, joh. En dit is dus de receptie, denk ik. Ja, het is de receptie. En die wordt op bemand. Ja, we hebben vast iemand zitten. Pascal zit hier normaal door de week hier. Ja. Een vast receptionist is sinds 1 januari begonnen. Daar hebben we heel veel plezier van. Gewoon een stuk rust in de garage hier, want het was gewoon veel te druk voor die jongens. Ja, maar voor jullie natuurlijk ook wel fijn, want ja... Wij zijn vaak weg met takenwagen. Ja, dus je moet toch iemand hebben die tussen ons in staat, tussen ons en de werkplaats. En dat werkt echt perfect. Ja, en ik wil zeggen, dan kun je ook makkelijk dingen afhandelen, dingen doen. Hè, als je weggeroepen wordt of moet weg dan... Ja, en ze hebben elkaar altijd één aanspreekpunt, hè. Ja. Kijk, dat is nou niet een discussie van ik heb die gesproken. Nee, je hebt met Pascal gesproken. Ja. En dan los je gewoon heel veel problemen mee op. Maar dit is eigenlijk weinig probleem, hoor. Ja. John, waar is jouw plekje hier? Heb jij ook een... Ja, ze hebben me omhoog gestuurd. Ik mag naar boven. Oh. Ja, ik heb kantoor gemaakt naar boven. Oké.
Okay. En dan plus kantine dan. Zijn er verschillende kantoorruimtes? Want ik zie hier ook... Zit Rob dan? Die heeft een eigen kantoor. Ja. En ik ben hem ook. Oké. Okay. Dus, nou, dit was vorige keer nog volop in... ja, maar toen laatst hier geweest zijn, toen was... Waar is hier mee bezig? Toen was het hier allemaal... allemaal spant en zo. Ja, het ziet er keurig uit hoor. Potverdikke. Sjormok is gewoon super fijn. Gewoon heel relaxed. Gewoon ruimte erin. Fijn licht erin. Ja, maar het is ook allemaal licht gehouden. Ja, expres. De muren zijn licht getinten. De plafonds zijn weer licht getinten. Ja, cool. En dit is ook... ideaal vloer. Je ziet er helemaal niks op. Het is toch heel chic, vind ik. Ja, het is hartstikke chic. Ja, het is gewoon keimooi. Ja. Het is ook makkelijk in onderhoud, denk ik. Ja, er zit gewoon een bepaalde coating op. Dus kunnen gewoon dweilig stofzuigen. Het is schoon. Dan trek je rotzooi in, geen olie in. Het is gewoon ideaal. Heel fijn om het showroom. Het ziet er ook fantastisch netjes uit. En daar hebben we een koffiehoek gemaakt. Ja, koffiehoek voor klanten die moeten wachten. Of gewoon mensen die een keer een bak koffie komen drinken. Kunnen daar lekker koffie pakken en hier relaxed gaan zitten met een krantje erbij. Keurig hoor, potverdikke. Ja. We zullen eens boven gaan kijken, John. Ja, het showroom is ook groot hoor. Het showroom is best groot. Van de straat af is er bijna niet te zien. Maar als je gewoon die binnenloopt en je loopt een keer rond. Dan zul je zeggen, ja inderdaad, er is nog best veel ruimte hier. Bij verkeuringauto's. En wat ik vragen wou, Rob, is nou de garage groter geworden? Of, De werkplaats is praktischer geworden, ook iets groter. Want de showroom is 100 vierkante meter groter geworden als voorheen. Ja. Alleen zullen niet zeggen, komt de auto's allemaal royaler, het is vierkante geworden. Ja. Maar de werkplaats was vroeger bestond uit twee gedeeltes. Dat is nu samen één gedeelte geworden. Dat is eigenlijk wel even groter gebleven, maar veel praktischer en veel fijner. En dit is dan 100 vierkante meter groter geworden. Ja. En eerst was dit hoogbouw erachter, of niet? Eerst was hoogbouw. Ja. Eerst stond de takenwagens en ergens stond achter. En dat is gewoon laagbouw geworden. Dus het is voor de bewoners om ons heen ook veel mooier en beter geworden. Ja, het ziet er ook keurig allemaal netjes opgeruimd uit als je zo aan het rondlopen bent. En ja, voor de mensen die erachter wonen, denk ik dat ook kunnen verbeteren. We krijgen alleen maar complimenten. Ja. Maar die verdienen dan ook. Ja, dankjewel. Ja, daar ben ik blij mee. Het is een hele gok, hoor. Hoe pak ik het uit, hè? Toch heel avontuur. Jawel, en ik moet niet vergeten, het is natuurlijk ook een hartstikke grote investering. Ja, ja, ja. Maar ik moet zeggen, ik denk dat het alleen maar aantrekkelijker geworden is. Ja, sinds de werkplaats klaar is, is de werkplaats gewoon al drukker geworden. Ja. Dus gewoon, meer klandizie gekregen. Gewoon mensen die je nog nooit gezien hebt buiten Boksel, die gewoon nieuwsgierig zijn, die komen kijken, die de auto een afspraak maken. Ja, het is gewoon veel fijner. En het is natuurlijk ook wel heel erg fijn, John, dat je op dezelfde plaats hebt kunnen blijven zitten. Dat is gewoon pluspunten. Ja, je bent ermee opgegroeid, zeg maar. Dus, dat is toch iets, je haalt ook gebouwd. Dus, ja, maar ik zeg, het voelt ook goed, hè? Ik wil zeggen... Thuis, dus, dat is gewoon. Ja. En ik hoorde net dat jij aan die kant langs de garage woonde. Klopt. En jij woont aan die kant langs de garage. Ja. En jullie man woont aan die kant. Ideale kant. Dat is opzichter, die oude kant altijd in de gaten houden. Ja. Zullen we boven gaan kijken? Is goed. Ja? Ja. Deze ruimte ziet er ontzettend gezellig uit. Prachtig uitzicht. Ja. Deze wordt gebruikt voor? Voor de amateur, zeg maar. Gewoon de kantine. De kantine. Voor ons, ja. Ja, ja, dat is ideaal. Kijk, gezellig hier. Ja. Zit de hele dag te zwaaien nou, hoor. Ja. Ik zal er eens op letten. Ja, moet je nog in de gaten houden. Ja, echt. Ja, maar het is toch prachtig, joh. Ja, lekker licht, alles lekker ruim. Een mooie keukenblok erin. Ja. Keurig. Ze zijn gewoon lekker verwend. Maar ja, dat verdienen ze ook wel al die jaren. Hoor. En wat had je vorige keer de kantine? Beneden, dat was ruim bij 2x2. Okay. En dat was een hokje van niks. Ja. Het moet ook goed zijn voor het personeel, hè? Ja. Maar het ziet er... Het personeel, het geen klagen, denk ik. Helemaal niet, want we werken allemaal al lang hier en ik kom er niet vanaf. Wil ik ook niet, hoor. Maar... Nee, gaat kijken goed, gelukkig wel. Okay. Nee, maar het is ook fijn dat je hier lekker even rustig kunt gaan zitten. Mooi uitzicht. Lekker, en je kunt het toch weer in de gaten houden wat er gebeurt. Ja, dat heb ik zo gedaan. Je kunt gewoon mensen aanzien komen. Je kunt de werkplaats kunnen inkijken. Je kunt de straat in de gaten houden. Ja, het is gewoon... Als moeder kijkt zwaaien. Hé, man. Maar verder is perfect hier, hoor. Ja, keurig, hoor. Ja, potverdorie. Ja. Oh, en hier had ook de korreltapijt liggen. Ja, boven ook. Ja, wel een beetje ingeheel houden. Ja, Dat is wel weer waar. Ja. Nou, dat is een mooie perceptie. Ja, het is heel transparant. Hè? Het is, ik vind het heel ruimtelijk. Oogt het heel, dat is toch. Heel groot, eigenlijk wil ik zeggen. Ja, niet ongezellig groot, maar gewoon. Het geeft ook dat je niet afgesloten hebt. Dat je zo naar beneden kunt kijken. Nee, het is gewoon heel gezellig. Het is gewoon,
Heel open. Ja, je ziet alles en je kunt gewoon een keer roepen en dan is het... Ja, en hier moet denk ik nog een afgewerkt. Ja. Dat zijn dus eigenlijk de kleine... Ja, een paar kleine dingen. De kleine dingen die nog... Twee weken moet wat zijn. Ja. Maar ik denk dat er verder weinig meer hoeft te gebeuren, of wel? Nee, buiten een beetje opruimen. Nog, het afdak moet er afgewerkt worden. Moet nog hier en daar een beetje beton gestort worden. Ja, maar de laatste paar kleine dingen. Dat vind ik niet meer zo erg. Nee. Dat lost eigenlijk wel op. En John, dit is jouw kantoor. Ja, dat is mijn hobbyruimte, zeg maar. Ja, ja. Wat zeg jij? Dat is mijn hobbyruimte. Oh, jouw hobbyruimte. Goedemorgen. Oh. Ook een gezellige ruimte. Ja. Nee, ik mooi ruim kantoor, dus dat is op zich perfect. En ga je het ook weer vanuit jouw kantoor ook weer... overzicht, dat waar iemand net weg is, dan kan ik ook iemand zien in misschien zal ze even een tijdje aan de bar, ja, dat kun je niet maken. Dus, nee, maar ik zou ook fijn gekregen. Overzicht. Ik kan weer kijken. Toch ook weer de ruimte om transparant ook weer naar buiten toe. Klopt. Netjes hoor. Jawel. Zo over nagedacht. Ja. Het ziet er keurig uit allemaal. Ja. Hoor. Ja, er zijn de kastmarken nog, moet een beetje af. Dat komt er allemaal voor, maar het is... De afwerking moet nog komen. Ja. Of ja, maar het is wel... De kleinigheid. Ja. Dus, ja. Mooi hoor. Ik ben tevreden. Nee. Nou, dat mag ook wel zijn. Ja, klopt. Zo'n ruimte hebt waar je in kunt werken en toch ideale omstandigheden allemaal. Ja. En is al bekend wanneer jullie gaan openen, wanneer de officiële opening is? Ja, het laatste weekend van juni pas. Oh. Laatste weekend van juni. Laatste weekend van juni. Want Martijn trouwt in mei, 9 mei gaat op vakantie. In april trouwt Michel. Ja, dan zitten we met de takenwarendienst te kijken. Ja, juni bleef helaas over zo laat. Ja, goed. Eind juni. De mensen weten het al, ik wil zeggen. Ja. Wanneer de officiële opening dan is? 28 juni. En even kijken hoe precies, maar dat horen ze nog wel. Oké. Okay. Nou, wel wij zullen weer van de partij zijn. Ja, gezellig. Dat moet ik wel zijn. En dan zonder camera een keer, hè. En die heb ik dan hier een damesolet voor, dat is mooi hoor. Ah, ja. Beetje voor de klanten gericht. Ja. Aparte heren en aparte damesolet. Ja. Zijn we ook heel blij mee. Ja, dat is ook prettig. Ja, dat is gewoon fijn voor klanten een keer. Als een vrouw in de wc toe moet, dan is het wel fijner als ze een frisse wc hebben. Daar ben ik met jou eens. Nou, en dat is ook een stukje reclame van hoe... Een beetje reclame, een beetje service. Ja. Komt er gewoon bijna niemand eruit. Ja. Maar ik zeg altijd, de week stond er ook al een stuk in de krant. Dus er wordt al behoorlijk wat bekendheid aan gegeven. Ja, maar het is naamverandering, het is een nieuw pand en het is een beetje een andere uitstraling. Ik vind het wel belangrijk als het gewoon bekendgemaakt wordt op een leuke manier. Nou, ik zeg al, het ziet er keurig uit erop. Het is fantastisch. En ik ben in ieder geval ook blij voor jullie ook dat je het hier hebt kunnen realiseren. Ja. Geen problemen gehad? Helemaal niks. Nou, de buurt heeft natuurlijk wel een beetje last gehad van de bouwauto's, de vrachtwagens. Maar ja, ze kunnen er allemaal... Maar dat is tijdelijk, hè? Ja, ik wil zeggen... En het is een dorp, ze kennen ons allemaal, het scheelt een hoop. En nee, eigenlijk helemaal geen last of krachten gehad, nee. Nou, John en Rob, ik zou zeggen, proficiat met dit mooie pand. En op de opening in juni, dan zullen we er ook bij zijn. En ik zou zeggen, heel veel succes met dit prachtige nieuwe gebouw. Dankjewel. Jullie verdienen een groot compliment. Dank je, hoor we graag. Oké. Okay. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Ja, tot ziens. Dat is de eerste kostverjaring van ons. Doei.